wachten tot ik weer naar de kapper kan. Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is tijd om jullie mee te nemen naar Kruidvat. Ik heb nog nooit een Kruidvat Shop With Me gefilmd. En ik dacht, weet je, we brengen daar gewoon verandering in. Ik ga jullie gewoon gezellig meenemen, hè. Ik ben heel erg benieuwd wat ze op dit moment in het assortiment hebben. Of we nog leuke producten tegenkomen. Ik zag laatst wat parfumdupes voorbij komen. Leek me ook nog wel een interessante. Van die 1,50 euro kleine parfum die je in je tas kan doen. Dus dat vind ik ook nog wel een hele leuke. Daar ga ik zeker even naar kijken. Maar ik ben gewoon benieuwd wat ze bij de Kruidvat nu te koop hebben. Dus ben je benieuwd wat ze ook bij de Kruidvat nu op dit moment verkopen? Blijf dan zeker kijken naar deze video. Ik neem jullie gezellig mee. Dus laten we gaan. Helaas, helaas moeten wij toch echt een bril op doen. Want ik ben echt eigenlijk heel erg blind. Oh, nu zie ik eigenlijk pas mijn haar. Het ziet er niet uit. Ik heb -3. Dus als ik naar een winkel wil, is dit echt nodig. Anders zie ik niet wat ze verkopen. Weet je wat we doen? Een klem. Oh, dat vind ik spontaan. Deze oorbellen, echt niet mooi. Als ik mijn haar vast heb. Maar ja, goed. Ik vind het wel goed. Oké, voor ik ga, moet ik nog even snel wat eten. En echt heel erg leuk, want even erbij pakken. Het is toch schattig. Dit is geen betaalde samenwerking. Ik wil het gewoon heel erg graag aan jullie laten zien. Ik had muesli ontvangen van My Muesli. Love My Muesli. 100% biologisch, geen toegevoegde suiker en zo. Dus ja, ik ben er gewoon heel erg fan van. Hoe leuk is dit voor Valentijnsdag? Ook gewoon om te geven aan iemand. Dit is de I Love You Muesli. En hier heb ik ook nog de Be My Valentine Muesli. Ik vond het zo leuk. En toen kreeg ik er dus echt vet schattig deze lepel bij. Nou, dit moet je echt even zien. Kijk nou. Een roze gouden lepel. Met hier een hartje op. Dit is toch vet schattig. Even kijken welke zou ik nemen. Ik moet namelijk nog even ontbijten. De I Love You Muesli is met cranberry en aardbei. Eigenlijk is het bijna hetzelfde. Ik ga voor de I Love You Muesli. Yum. Het is toch schattig ook met die lepel. Nou ja, mocht jij ook deze muesli willen uitproberen, kun je deze kortingscode gebruiken. Want dan krijg je bij minimale besteding van 15 euro een gratis I Love You Muesli erbij. Hoe leuk! Ik zal het even in de beschrijving linken. Ik eet dit even snel op. En dan ben ik helemaal klaar om naar de Kruidvat toe te gaan. Echt top weer. Nou, daar zijn we dan bij de Kruidvat. Ik ging naar de Kruidvat in het dorp Nijverdal waar ik woon. En eigenlijk pak ik altijd vrijwel gelijk een mandje. Want ik had nog wel wat dingetjes nodig. Dus erg handig om dat wel gewoon te doen. Ik heb het een keer niet gedaan, toen heb ik iets laten vallen, was kapot. Ja. Gewoon heel gênant. Dus ik pak altijd een mandje en eigenlijk kom je dan vrijwel gelijk bij de actieproducten. Heel vaak wasmiddel, haarproducten zie je dan. Veel van André Lon. Dus er was enorm veel in de actie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn jullie team Ethos of team Kruidvat? Waar gaan jullie altijd heen als je wat nodig hebt? Ik ga dus eigenlijk altijd naar de Kruidvat toe. Deze 1 minuut wow masker van de avocado lijn. Die sprak me eigenlijk wel aan. Ik moet zeggen dat ik niet echt André Lon gebruik. Ik heb ook gehoord dat dat dus eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed is voor je. Omdat er heel veel parabenen en sulfaten in zitten. Dus ja, ik skip die altijd. En Nivea had 1+1 gratis. Nou, dan de droogshampoo van Batiste. Tweede halve prijs. Heel erg chill. Ik moet zeggen, dit verkoop je ook gewoon bij de Action Batiste. Dus zeker aanraden om eens bij de Action te kijken. Want ik vind het vrij prijzig hier in de Kruidvat. Maar bij de Kruidvat heb je natuurlijk wel meer keus en meer geuren. En ze hebben dus ook gewoon van Kruidvat eigen merk droog shampoo. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Dus dat zag ik ook staan. Ook een stuk goedkoper. Geen idee of die fijn is, maar ik zag het wel staan. Ook zag ik wat van Aussie. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dit product kocht ik vroeger echt heel erg vaak. Die conditioner. En ik moet zeggen, toen ik dit weer zag, eigenlijk is dit zo'n fijn product, die conditioner. Dus misschien dat ik nog wel die een keer ga halen opnieuw. Ook was Therme heel erg veel in de sale nu. Deze voor €2,99 had je een shower gel. Maar ook dingen voor in bad. Wat normaal bijna €14 was, was nu €4,30. Dus dat is echt een flinke actie. En ik zag dus deze hammam voor de bath en shower. Heel erg lekker is die geur.
dan zag ik dit product van Knijp. En dit is voor mannen. En nou, ik kan het natuurlijk ook gewoon voor vrouwen gebruiken. Ik vind het zelf ook heel erg fijn. Maar die douchefoam is zo lekker. Mijn vriend is echt obsessed met die douchefoam. Die is zo fijn. Dus zeker een tip om eens mee te nemen. Ook de Zwitserfoam zag ik staan. Wel echt prijzig. €8.10 voor een showerfoam. Kun je bijna net zo goed die van Rituals halen. Tenzij je natuurlijk heel erg fan bent van Zwitser. Nou, en bij de cadeauverpakkingen zag ik ook nog heel veel bathbombs. Heel veel dingen ook in de actie. Ik denk dat dit ook allemaal een beetje over is van de kerstdagen en Sinterklaas en zo. Maar ja, altijd chill als je een cadeautje nodig bent of zo. Dat je dan hier nog even tussen kijkt. Want ze hebben wel echt hele leuke cadeauverpakkingen. Ook zag ik deze make-up tas of eigenlijk een toilettas. Best wel groot. Ik zoek dus nog een toilettas. Maar ik heb hem uiteindelijk niet meegenomen. En Happy Socks. 3 voor €10. Zelf heb ik niet zoveel met Happy Socks. Maar dat hebben ze dus nu wel. Ik vond de printjes niet heel bijzonder. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point. En ook Garnier had 1 plus 1 gratis. Ik gebruik altijd Garnier de micellair water. Deze 2, dat is echt mijn favoriet. Dus zeker inslaan nu het 1 plus 1 gratis is. Want anders is het best wel prijzig. Ook Nivea micellair water bijvoorbeeld had ook allemaal 1 plus 1. Dus dat is ook zeker een tipje. Nou, en toen zag ik dus wat parfum staan. Dus ik was zo gelijk in me van, oh mijn god, is dit de parfum die ik zocht? Die minis, die dupes die ik mee kan nemen in mijn tas. Maar helaas, die waren er niet. Ik heb overal gekeken, maar ik kon ze niet vinden. Wel andere parfums en body splashes. En toen ik naar de achterkant liep, zag ik ook nog wat maskertjes en dingetjes liggen. Ook nog even bij de parfum dus gekeken. Heel veel parfum hebben ze. Mijn oog viel gelijk op deze dupe van Olympia. Die ruikt dus naar die van Paco Rabanne. Voor maar €5,95. Ik denk dat iedereen deze nu wel kent. En deze ruikt naar La Vie est Belle. Maar helaas is het niet de parfum die ik zocht. Dus ik denk dat die gewoon eigenlijk heel snel uitverkocht waren. Want ze kwamen bijvoorbeeld ook op Salesusjes voorbij. En mocht je dat nog niet volgen op Instagram, is dat ook een tip. Die geven heel vaak kortingen en bepaalde leuke dingen door op Instagram. Dus ik denk dat iedereen is gaan rennen naar de Kruidvat. Maar hij was in ieder geval niet meer bij deze Kruidvat te vinden. Nou, ook hebben ze dus bij de Kruidvat hele leuke sieraden. Dus dat is echt nog wel een tip om eens tussen te kijken. Veel zilver, ook goud. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul. Dit vond ik heel erg leuk met dat oranje. Bijvoorbeeld ook leuk voor Koningsdag, maar ook in de zomervakantie of zo. Dan vind ik dat ook gewoon heel erg leuk om een fel kleurtje te dragen. Dus die oorbelletjes vond ik heel erg schattig. En zo zag ik nog wel meer leuke oorbelletjes waar mijn oog op vielen. Deze vond ik ook heel erg leuk met dat vlindertje eraan en dat hartje. Echt mega leuk zo'n ketting. Ook voor festivals straks is dat heel erg leuk. En toen zag ik deze 2 en die vind ik echt heel erg leuk. Die groene, maar vooral die oranje. Oranje vond ik echt mega tof. Ik vond deze ook heel gaaf, die grotere. Ik hou wel van die statement oorbellen. Laat me weten in de comments. Je ziet natuurlijk heel erg veel statement oorbellen de laatste tijd. Hou je ervan of ben je wat meer van de subtiele oorbellen? Ik vind beide heel erg leuk. De ene keer draag ik subtiele oorbellen. Zoals deze vlindertjes bijvoorbeeld. Echt mega cute. En de andere keer draag ik echt mega grote statement oorbellen. Oh, en deze handschoenen waren zo ontzettend zacht. Echt verliefd op deze handschoenen. Oh, en ik zag dus deze Essence Hugs & Teddy's collectie. Dit is dus nieuw verkrijgbaar. Het is zo'n schattige, mooie nude collectie van Essence. Die is dus nieuw in ons assortiment. Dus zeker de moeite waard om eventjes te kijken. Nou, dit oogschaduwpalet zag ik ook, maar die vond ik eigenlijk helemaal niet zo heel erg mooi. En dit product kende ik zelf ook nog niet, maar ja, daar viel mijn oog ook op.
Deze vond ik er heel erg mooi uitzien. Toen zag ik bij de Catrice mijn wenkbrauwpoeder die ik altijd gebruik. Dus die heb ik meegenomen. In een nieuwe verpakking zijn die nu. En nog wat leuke oogschaduwpaletjes van Catrice. Deze nude vond ik wel heel erg mooi. En dit leek een beetje op die Dip Brow van Anastasia. Maar dan dus gewoon van Catrice. Oh, en echt, ik zweer bij deze concealer. Deze moet je hebben. Deze is zo fijn. Die daarnaast had ik ook altijd. Die is ook heel fijn. Maar die linker is echt top. Naar het volgende gangpad te gaan. Ja, hier zie je heel veel voor menstruatie, maar ook heel veel voor nagels. Ik zelf ben echt fan van deze nagelolie. Die is dus echt €2,99. Maar van Kruidvat, echt heel erg fijn. En ik zag ook best wel leuke nepnagels. Ik zelf laat mijn nagels altijd doen, maar zeker een tip. Oh, en deze 3 voor €5,50 Cotton Always maandverband is zo ontzettend fijn. En die is dus nu in actie. Dus zeker de moeite waard. Sowieso is maandverband van cotton, zeg maar van katoen, 100% echt ontzettend fijn. Ik vond deze handcremes ook heel erg schattig van Brazilian. En deze tassen vond ik ook heel erg leuk. Een leuke shopper om mee te nemen. Nou, toen zag ik heel veel actieproducten. Ook heel veel boeken en kaartjes. Dus ik ging eerst even kijken bij de kaartjes. Voor €2,99 heb je bijvoorbeeld een hele set. Maar toen ging ik dus naar de boeken kijken. Want ja, ik als boekenworm kon het niet laten. Maar ja, dit waren heel veel romans. En gewoon niet echt de boekengenre waar ik van hou. Dus daar had ik niet zoveel aan. Maar dat was dus maar €2,99 een boek. Dus dat is echt niet prijzig. Ook zag ik deze Himalaya zouthouderlamp ding. Waar je een kaarsje in kan doen. En heel veel kaarsen. Deze met zo'n vachtje van luipaardprint en zebraprint. Maar ook die andere kaarsen, die zijn zo lekker. Ik zag ook nog wat van Huize Dop liggen. Echt een tip om te volgen op Instagram. Zij is echt een vet leuke interieurstylist. En haar huis is gewoon echt fleek. Dus zij brengt heel vaak collectie uit met Kruidvat. En dan is het eigenlijk best wel snel uitverkocht. Dus ik was verbaasd dat er nog wat lag. Deze karaffen vond ik ook heel erg gaaf. En hoe schattig is deze mok. Ook zag ik deze badhanddoek. Die was nu ook in de actie in een beetje een beige kleurtje. En deze kleed, die was ontzettend zacht. Toen ging ik dus naar de kaarsen en ik zag deze kaars met een houtlont. Die knispert dus heel erg lekker. Die had je in verschillende geuren en deze was €5,99. Zelf vind ik deze lijnen van Kruidvat echt ontzettend lekker. De Vanilla Spice is heel erg lekker. Maar die Amber en Bergamot heb je volgens mij ook zoiets. Die is ook zo lekker. En de Sandalwood. Eigenlijk vind ik bijna al die kaarsen lekker van dat merk. En natuurlijk de Bolsius kaarsen met de appelkaneel. Deze geurstokken echt als iemand bijvoorbeeld jarig is. Of je weet niet wat je cadeau moet geven. Geef of deze geurstokken of bijvoorbeeld deze homespray. Want die zijn ook zo lekker. En ook helemaal niet zo duur. Oké, ik ben weer thuis. En ik heb toch nog wat dingetjes meegenomen. Dus ik dacht ik laat nog even zien wat ik bij de Kruidvat heb meegenomen. Allereerst hebben ze dus die Hugs en Teddy's collectie van de Essence. En dat is dus nu net nieuw verkrijgbaar. Echt mega schattige collectie. En zelf heb ik dus dit, zag ik het in de winkel. Zelf heb ik het dus opgestuurd gekregen van Essence. Dus ik dacht ik laat het ook even zien. Echt heel erg leuk. Dit is het Hugs en Teddy's paletje. Zo ziet hij eruit. Ik heb er vandaag die roze een beetje gebruikt. Want ik heb een roze blouse aan. Ik dacht leuk. En dus deze. En dit is echt mijn nieuwe favoriet. De Hugs and Teddy's Plumping Lip Gloss. Deze. En deze is echt zo mooi. Ik hou zelf niet echt van dat plumping. Dat het helemaal gaat tintelen. Maar het valt me echt nog mee. Oké, ik moet zeggen, deze kleurtoon staat nu niet helemaal leuk met deze blouse. Maar hij is echt heel erg mooi. Er zit ook een soort gouden shimmer in. Dus die. En dan wat ik zelf nog heb gehad is deze
Essence. Deze Essence Mattifying Powder. Deze poeder gebruik ik eigenlijk altijd in de kleur 11 pastel beige. Is bijna op, dus heb ik even een voorraadje gehad. Dan heb ik van Essence de eyebrow potlood meegenomen in een bruin. Hij is dus eigenlijk voor je wenkbrauwen, maar ik gebruik wel eens een bruin lijntje, zeg maar zo, boven mijn oog. Ik had een hele fijne van, volgens mij was die van Pupa. Die was zo fijn, zo smooth. Maar die is toen in Ibiza op vakantie van een balkon gevallen. Op een plek waar we zeg maar niet terecht konden komen. Dus kwijt. Weg. Dus ik moest een nieuwe. Maar nu vind ik deze dus eigenlijk helemaal niet fijn. Want ik ging net al een beetje proberen. Maar hij is echt heel hard. Dus eigenlijk vind ik dit helemaal niks. Dus misschien dat ik die van Pupa maar gewoon moet nabestellen. Nou, en mijn eigen wenkbrauw paletje van Catrice is op. De welbekende. Hij is dus veranderd van verpakking. In het begin dacht ik echt, waar is mijn... Oh mijn god, mijn haar is alweer helemaal op. In het begin dacht ik dus echt, waar is mijn welbekende paletje van Catrice? Mijn wenkbrauwpalet. Vertel me niet dat hij uit het assortiment is. Maar ze hebben de verpakking aangepast. En dat mocht ook wel een keer, want hij ging altijd kapot. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als jij de video leuk vond. En abonneer op het kanaal als jij meer van dit soort video's wilt zien. Dus bedankt en tot de volgende video weer. Doei doei!